25 april ontvingen 9 inwoners van de gemeente Spijkenisse een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Salet. Familie en vrienden, die uiteraard deze grote gebeurtenis goed geheim hebben moeten houden, stonden enigszins nerveus te wachten op de gedecoreerden. Zij kregen de onderscheiding als blijk van waardering voor hun bijzondere inzet en maatschappelijke betrokkenheid. De uitreiking vond plaats in de burgerzaal van het stadhuis. Rond 10:15 die ochtend waren de meesten binnen en kon de traditionele lintjesregen beginnen. Hartelijk welkom bij deze feestelijke bijeenkomst. Zo te zien heeft u allemaal een plekje kunnen vinden in de zaal. Dus we kunnen gaan beginnen. Ik wil graag het woord geven aan onze burgemeester Mirjam Salet. Dames en heren, allemaal hartelijk welkom op deze bijeenkomst voorafgaand aan Koningsdag. En dat is de traditionele lintjesregen. En we weten altijd dat er dan altijd heel veel familie en mensen in de omgeving van de mensen waarvan je weet dat ze een onderscheiding gaan krijgen, allemaal een smoesje bedenken om mensen hierheen te lokken. En dat je dan soms ook je moeite moet doen om te zeggen, nou, doe toch een jasje aan en waarom dan eigenlijk? Dat is een jaarlijks terugkerend ritueel, dat is niet anders. En het grappige is, dan komen mensen hier binnen. En een aantal mensen ruikt dan toch wel rond en denkt, nou, ik ben je toch niet zomaar. En toch zijn er altijd mensen die van zichzelf zo bescheiden zijn dat ze in een zaal zitten en denken, om mij zal het niet gaan. En daar gaat het dan toch over. Want ja, dames en heren, we hebben dit jaar 9 lintjes die uitgereikt mogen worden hier in Spijkenisse. En ik begin bij de heer Dirk van Dongen. We gaan naar mevrouw Geesje van der Brand. En dan komen we bij de heer Leo Harnaar. De heer Maurice van Hingst. Mevrouw Hoogwerf, uw zus. Mevrouw Fatma, ik heb dat gezien. Jawel. Meneer Van Oers.
Welkom, we hebben mevrouw José Pieperbroek Boerderman. En mevrouw Klaasina Lagendorp. Ja. Allen zijn nu lid in de Orde van Oranje-Nassau. Na afloop spraken wij nog met een aantal kersverse ridders. Jouw moeder is zo net onderscheiden door de burgemeester van Spijkenisse. Hoe trots ben je op haar? Ja, super trots natuurlijk. Ze doet al zo lang zoveel voor iedereen. En dit is gewoon haar moment om echt even te schitteren. En eindelijk de credits te krijgen die schouderklopjes die ze nodig heeft. Dus dat is gewoon helemaal super. Dus mam, we houden van je allemaal en we zijn echt super, super trots op je. Dus namens de hele familie. Van harte gefeliciteerd met het lintje wat u opgespeld heeft gekregen. U was oprecht verbaasd vanochtend toen u binnenkwam, hè? Ja, echt. Ik had echt niet al. We kwamen hier voor een vergadering voor een rouwcentrum. Nou, helemaal niet. En ze zeiden, nou, dan moet je netjes voor gekleed zijn, want het heeft een mooie uitstraling. Oké, trek mijn goud uit de kast. Doen we gewoon. Maar toen ik hier kwam, denk ik, oeps, dat zijn wel heel veel besprekingen. En toen ik dan mijn dochter zat, dacht ik, nee hè, echt, echt. En ik wist wel dat er een andere collega ook van de Klimroos en Ridderclub ook gedoneerd. Denk, ben ik dat echt? Ja, toen, komt de warmte, net zoals nu, weer echt naar boven. Dus echt verrast. Ja, niet gedacht. Wel verrast. Je hebt zojuist een lintje gekregen van mevrouw Salet, onze burgemeester. Wat dacht je toen je hier vanochtend binnenliep? Ik vond het al hele verhaal bij elkaar wel een beetje vreemd. Dus ik had ergens al een idee waarvoor ik hier zou komen uiteindelijk toen ik hier kwam. Maar ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden eigenlijk. Gek idee. Gewoon. Maar toen je vanochtend wakker werd, toen had je nog nergens geen idee van? Nee, want ik werd een beetje laat wakker. Ik dacht, shit, ben ik weer een beetje laat voor mijn werk. En toen zei mevrouw van, je hoeft niet te gaan werken. Dus ik dacht, doe niet zo raar. Ik ga gewoon naar mijn werk toe. Maar dat hoeft dus niet. Dus ja, het was een beetje een vreemde ochtend eigenlijk zo. U bent vandaag gedecoreerd door de burgemeester, zoals dat zo netjes heet. Van harte gefeliciteerd daarmee. Had u vanochtend enig idee, toen u wakker werd, dat u vandaag een lintje zou krijgen? Nee, niet verwacht. Want het is helemaal een verrassing. Mevrouw Salet, u heeft vandaag een heleboel mensen een lintje op mogen spelden. Hoe is dat voor u om te doen? Dat is ongelooflijk mooi. Want het laat zien hoe je mensen waardeert die zich inzetten voor de samenleving. En je ziet altijd dat mensen verrast zijn, mensen blij zijn. Dat familie en bekenden heel erg hun best hebben moeten doen om het een beetje geheim te houden, om het een verrassing te laten zijn. Het is gewoon een eer om zoiets te mogen doen. Normaal gesproken gebeurt het uit naam van de koningin. Dit is het eerste jaar dat het uit naam van de koning is. Maakte dat voor u nog verschil? Ik heb er wel even aan moeten wennen. Want je bent zo gewend dat je iedere keer zegt de koningin. Maar ik heb me één keer vergist, moet ik eerlijk toegeven. Maar al die andere keren is het helemaal goed gegaan. En het gaat vast wennen. Tot zover deze aflevering van Smart Reportage. Wilt u deze aflevering terugkijken? Ga dan naar www.smartrtv.nl. Heeft u tips voor onze redactie? Mail dan naar redactie@smartrtv.nl.